Ik heb het paradijs waar ik dacht te blijven achter me gelaten. Daar waar ik dacht te blijven achter me gelaten. Daar ligt dus de Juniper in de binnenlagoon van Puluwat. Ik begin dus bij de ingang. Daar kom ik tussendoor. Dat is de enige ingang. Dan kom je in een buitenste lagoon, wat alleen beschermd wordt door een rif verderop. Dan kun je naar binnen, met hoog water in ieder geval. Dan lig je daar bij het dorpje. Dit is het eind van het eiland met het rif aan de noordkant. En dat onbewoonde eiland. Dat is het dan zo'n beetje. Huizen, dat zijn gewoon rieten daken. Er zitten onder het rieten dak, er staan op een paar dikke palen. En de grond is belegd met bananenbladeren en matten. Het is een van de mooiste plekken. Wederom zijn er niet veel. Een van de hele mooiste plekken waar ik ooit heb gelegen. Kijk, daar ligt een rif in het water. Een ondiepte dus. Kun je de kleur zien. Dit zou een prachtige plek zijn om weer ergens opnieuw een super resort te beginnen. Maar zie je, wat moet je de mensen bieden? Naast kleine prachtige strandjes, naast stilte. Dat willen ze helemaal niet. Ze willen duiken. Ze willen entertainment. Nou ja, duiken, dat kan ik begrijpen. Dat is ook anders dan entertainment. Duiken kan ik begrijpen. Ja, ja, daar ligt die. Moet je kijken. Te water gegaan vandaag. Hij is prachtig. Hij is echt prachtig zo in het water. Zo kan ik me pas goed zien. Als hij er in het water uitziet. Ik schat hem een meter of 9 lang, dus 30 voet. Morgen gaan ze ermee zeilen. Dus ik zie hem waarschijnlijk zeilen. Dit is een van de grote. Dit is dus van de Meijer. Dit is Kapingebarangi. Ja, het is het niet. Het is Puluwat. El Dorado. Nieuw Jeruzalem, Kapingebarangi, hoe je het ook maar wil noemen. Dit is hier geweldig. Ik blijf hier maar een week, maar ik kan hier tijden blijven. Maar er komt ook een tijd, ik moet gewoon weer doorgaan. Je kunt als westerling dus niet in het paradijs blijven. Dat kan niet. En kijk. En dit zijn de people, dit, you know, I speak my language. En dit zijn de mensen, moet je kijken, wat een mooie mensen. Ze komen op de boot, ze houden van candies. They like candies, but I have only candies on the boat tomorrow. Yes. En hier wonen ze. En er groeit genoeg. En zo zien hun huizen eruit. See, that's your house. That's the house. Dat is de house inside. Wat die hele witte rode. The floor, the roof. And you, and you, and you, and you. You see yourself? Ik ook. That's like a movie. It's like a movie. See, it's like a movie. And that's me. Kijk, er wordt de derde kano vandaag in het water gelaten. De derde. Hallo.
Kijk, ze hebben brandhout van het andere eiland gehaald. Zo halen ze dus brandhout. Hallo? Did you catch fish? Oh, very good. Onderweg dus van Puluwat naar Guam, 450 mijl in 3 dagen. Puluwat heeft een grote en diepe indruk op mij achtergelaten. En Puluwat is een van de schakels van mijn keuzes. Ik heb vandaag ook een heel gelukkig gevoel, een blij gevoel. Niet alleen omdat het weer mooi is geworden. En dat het nog maar 100 mijl is naar Guam. Als ik goed kijk, dan kan ik het zien. Hey, weet je wat dat ook is? Ik heb het paradijs waar ik dacht te blijven achter me gelaten. Daar waar ik dacht te blijven achter me gelaten. En ik zal je wat vertellen, na binnenkomst in een inklaren, dat snel ging, lig ik hier nog helemaal niet zo gek. Ik kijk nu naar de pieren, dus daar waar ik van zee ben gekomen. Ondergaande zon. Ja, ik denk dat ik hier goed lig. Kijk, elke keer als je in een grote haven binnenkomt, dan denk je autoriteiten dit, autoriteiten dat. Dat begint dan met oproepen, US Coast Guard, bla bla bla, en dan... port captain, bla bla bla. Moet ik je een lood sturen? Nee, ik vind het wel. Zeg maar waar ik heen moet. En dan denk je, jongen, de geciviliseerde wereld. Maar, dat viel best mee. Ik lig hier, het is een week voor kerst. En dan is het de week voor nieuwjaar. Er is nooit geen eind aan een tyfoonseizoen. Er is hier geen seizoen, het is het hele jaar door. Maar de maanden waar het minst voor kan komen is januari, februari. Dus ik wil zeker tot half januari wachten voordat ik naar Japan vaar. 1200 mijl. Ik ben in Japan. Okinawa heb ik 3 weken gelegen. Ik heb daar niks gefilmd. Maar ik kan niet zeggen dat dat niet interessant was. Eigenlijk was het niet interessant, maar goed. Dat komt een beetje omdat ik nog steeds dat paradijs moet vergeten. En dat wil ik dan vanaf nu ook doen. Okinawa, waarom heb ik daar niet gefilmd? Een grote, nou ja, voor Japan niet, maar een grote stad. Er wonen op Okinawa 1,5 miljoen mensen. Het verkeer vliegt heen en weer. Het is druk, het is lawaai, het is een stad, het is mensen. Het zijn shoppers, er zijn winkels, er zijn alle rotzooi en troep die er op de wereld bestaat, bestaat er in een stad. Of op een eiland als Okinawa. Toen vertrokken, ik lig nu op Amami. Amami Oshima. In een haventje. Ik lig daar goed, maar toch, wat is Japan? 1 grote bureaucratie. Je bent hier niet vrij te gaan en staan waar je wilt. Ik bedoel, varen, bogend bouwtje, een anker. Als je dat vertelt aan de Coast Guard, dan staan ze op de achterste benen. Alleen plaatsen waar je dus heen mag. Er zijn open havens, er zijn grote havens en er zijn gesloten havens. Daar moet je toestemming voor hebben. Je moet straks kijken. Waar ik met mijn boot lig. Toch wel heel grappig.
En geen wonder dat hier pannen toen ik aankwam en hem ertussen schoof met argus ogen zat te kijken. Ze zat er echt met argus ogen te kijken. En over een paar dagen ga ik verder. En dan weer een paar dagen ga ik weer verder. En dan kom ik op de vaste wal, de grote eilanden, wat eigenlijk Japan is. Dit zijn de eilanden ten zuiden van Japan. Elke dag leer ik. Elke dag is er wat nieuws. Elke dag. Ook wel grappig hoe er soms gereageerd wordt op zo'n trimaran. Supermachine noemen ze het, supermachine. En dat vertel ik en dat het een tourboot is, 28 jaar oud. Ja, voor hen is het een supermachine. Tyfoonbestendig. Dit is dus ook Japan. Hele hoop van die Shinto shrines, die tempeltjes. Havens die niks met jachten te maken hebben. Grote steden, armoedige dorpjes. Trappetjes, veel bossen. En de kleuren van die Shinto shrines die zijn toch wel erg mooi. Tussen de groene bomen. Dat is dus ook Japan. Vissenboten. Heel veel vissenboten. En ik vind ze ook bijzonder. Heel veel baaien. Veel kleine haventjes. Maar daar mag je dus niet in. Want daar heb je allemaal vergunningen voor nodig. Het zogenaamde systeem met de open and closed ports. Dit is Omaezaki. Morgen vertrek ik weer. Zo worden al die havens beschermd voor havengolven, tsunamis. Tsunami is een Japans woord. Dat betekent havengolf. Kijk, hele schuifdeuren zitten erin en hele muren. Hele nacht mistig geweest. Nu vroege morgen, het zonnetje komt wel door. Hoe dichter bij Tokio, hoe meer ellende. Verder weg, in hoe kleiner het dorp, hoe mooier. Dat zijn dus ook beelden van Kushiro op Hokkaido. Je ziet me daar liggen bij Fisherman's Wharf. Voor me ligt een Australische motortroller. We gaan ook naar Alaska.
Niet elke mijl brengt me dichter bij mijn bestemming. Dat wil dus zeggen tegenwind. Vies weer. Nou, hier lig ik dus ten anker. Noordelijke baaitje. Atu Island. De meest westelijke van de Aleuten. Dit is dus Atu. De baai daar achter me. Bergen. Ja, nou, ze zijn behoorlijk hoog, maar je ziet ze alleen niet, want ze zitten helemaal in de mist. Dit is zomer. Het is groen. Er groeien hier geen bomen. Kun je dat voorstellen? Een van de meest afgelegen plekken in de wereld. Atu, de meest westelijke van de Aleuten-eilanden. Het is heel vaak hier regenachtig, mistig en winderig. Vroeger heeft hier een dorpje gestaan. Hier is oorlog gevoerd. Tweede Wereldoorlog. De Vergeten Oorlog wordt het wel genoemd.